We stonden aan het begin van een zeer warme zomer, maar dat wisten we toen nog niet. De graslanden waren nog groen. De Nijmeegse Vierdaagse werd een Driedaagse. En reizigers stonden op Schiphol uren in de rij om door de security te komen. De spelers van Heracles Almelo begonnen aan hun eerste trainingen. En dit is wat er in Almelo gebeurde. Lex van Elten verfraaide de muur van ROC De Sumpel met de skyline van Almelo. Hoe is dit werk tot stand gekomen? Dit specifieke werk bij de ROC is een aanvulling op de bestaande tekening. Dus gebouwen die er al in zaten, die hoef ik dan niet opnieuw te tekenen. Maar in samenspraak met de ROC heb ik er een flink aantal gebouwen aan toegevoegd om te komen tot deze enorme breedte. Mensen gaan er altijd naar kijken en ontdekken altijd weer wat nieuws. Adorp werd verblijd met een nieuwe Jeu de Boelbaan en een koersbalbaan. Het is natuurlijk altijd mooi dat als je wat bedenkt dat het ook uiteindelijk gaat lopen en dat daar mensen enthousiast voor zijn. Daar hebben we natuurlijk ook naar gekeken, want ja, de mensen die altijd hier al zijn op vrijdag, die vinden het hartstikke leuk. Het is natuurlijk zonde als de mensen nu thuis zitten en die willen het wel, maar die weten er niet van. Dus in die zin hebben we gezegd van nou, dan moeten we daar rugbaarheid aan geven en moeten we bekend maken hier in Adorp dat dit er is en dat mensen hier gewoon gratis en kosteloos kunnen aansluiten. Het beachvolleybaltoernooi was een groot succes. Ja, dat is eigenlijk de mooiste week van het jaar. Hè? En dan met mooi weer erbij, dan is dat echt genieten om te doen. Voor de vierde keer alweer. Ja, dat is de vierde editie en er komt sowieso een vijfde bij, want we hebben een overeenkomst voor 3 jaar. En die is, dit is het tweede jaar daarvan, dus volgend jaar is het weer in Almelo. En ja, we hopen hier wel een traditie van te maken en dat het gewoon elk jaar weer terugkomt. Want volgens mij geniet heel Almelo ervan, dus dat is mooi. Tijdens de havenfeesten was er voor elk wat wils. Een grote uitslaande brand verwoestte het distributiecentrum van bezorgservice Picnic. De nieuwe verkeersregelingsinstallatie bij de Hofstraat werd afgerond. De verkeerslichtregelinstallatie is compleet vervangen. De werkzaamheden hebben een maand geduurd. Het drukke verkeer op deze doorgaande weg kan later deze week weer goed doorstromen. Tijdens het landelijk boerenprotest werd de graffiti-muur bij het stadhuis beschilderd met een omgekeerde Nederlandse vlag. De oogstgroep Almelo maaide roggen op traditionele wijze. Nou, we zijn vandaag aan het roggen binden. En Almelo. Ja, en wij zijn de binders. Zij zijn de maaiers. Ja. De oude mannen maaien en de jonge meiden die binden. Ja, dat is het eigenlijk. En dan gaan we dat een keer dorsen later. Als het een mooie reep is in de wintertijd, wordt vaak gedorst. Ja. Dat doen wij met de stok. Ja, ja. Balsritme.
1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bertus Wessels maakt zich sterk voor het opknappen van de begraafplaats in Adorp. Ik ben altijd erg verbonden met het dorpje Adorp. Niet alleen omdat mijn ouders en mijn broertje begraven liggen. Ik kerk in Adorp en mijn broer nog in Adorp. Ik voel me altijd nog heel erg verbonden met Adorp. En vandaar dat ik hier ook regelmatig op de begraafplaats kom. Met een begraafplaats vind ik dat moet iets zijn waar je met... Het moet een beetje parkachtig zijn. Graven zijn helemaal verzakt. En ja, goed, dat kan de oorzaak... Die ligt natuurlijk wat dieper in de grond, dat ze verzakt zijn. Maar ook het onderhoud. Het onkruid is niet gewied. De paden zijn gewoon vol met onkruid. En het ziet er ook niet uit als zoals een begraafplaats moet zijn. Ik zou haast zeggen, mijn vader zou zich omdraaien in de graf als je dit zou zien hoe de begraafplaats eruit ziet. Boze boeren blokkeerden de A35.